Goedemorgen mensen, we zijn onderweg naar locatie. Het is nu nog een beetje donker, maar we zijn op uitnodiging van Sven en Sander. Op een leuke locatie, veelbelovend. Leuke munten komen daar uit de grond, heb ik gehoord. Dus stay tuned en ik zie jullie daar. Wat heb je? Gietijzer. Kijk eens even, joh, hey. Zo dan, wat een ding, joh. Hij is ook best wel aan het gewicht. Zo. Ja. Maar zoals altijd nemen we het wel mee om op te ruimen. Sowieso, altijd. Alles opruimen, netjes achterlaten. Ik ga het gat dichtmaken. Ja, nou, grappig wat. Zo. Dat is een mooie. Hier, voel op. Gewicht. Zo, dat is een beste, zeg hé. Ik stier mijn rugzak, doe leef ik de hele tijd zo. Ja, mooi. Nou, we zijn lekker ontspannen aan het zoeken. Daar is Sander bezig. Hier staat Wout naast mij. Verderop is Sven ergens nog. Die is ergens verstopt volgens mij. Relaxte gasten, dus erg tof. Het is gezellig zo, een gezellig dagje. Zeker, zeker. Ja. Dirk, kan jij al wat? Nee, alleen nog een kogelhulsje. Geinig. En ja, hoor verder. Je die al wat zien aan, ja, verder ben ik nog een beetje voor vuilnisman aan het spelen. Dus, maar goed, we zijn ik lekker. Ik denk dat ik momenteel nog het meeste gewicht bij me heb. Dat denk ik ook, ja. Nou ja, we gaan gauw verder zoeken. Ja, is goed. Succes. Yes. Kijk, ik heb een kogelhuls. Tweede vondst. En Wout hier, die heeft een stuk van een kompas. Maar hij ziet er nog redelijk... Ziet er nog redelijk modern uit. Ja, maar wel grappig. Eerste muntje. Koningin. Voor de motivatie. Ja, Juliana. Het staat 52. Ja, nou ja, wel lachen. Ja toch? Zeker. Begin is er. Kijk eens wat hij vindt, Sander. 25 cent. 1918. 1918? Zie je dat volgens zo? Volgens mij wel. Op scherpe ogen. 1918. Is dat Willem II dan of zo, toch? Niet. Zeg ik dat goed? Nee. Met Juliana. Of Willem II. Oh, wacht even. Ja, tuurlijk. Oh. Willemina, denk ik. Nice. Lekker. Lekker. Nee. Ja, man. Leuk, man. Zo. Heel gaaf. Die is echt kicken. Ja. Hey. Yes. Thanks. Nice. Dik, man. Nog een kogelhuls. Tweede. Oh, bodemstempel is nog mooi te zien. Even kijken. ...1938. Ja, leuk. Kijk, ik vind net deze. Bijzonder rozetje of iets, of een kransje. Wel grappig. Ja. Wat is het? Volgens mij iets van een zegelringachtig. Hij is plat gedrukt. Door het een of ander. Ik haal hem zo uit de grond, dus niet dat je denkt dat ik hem zelf plat heb gedrukt. Nee, nee. Maar het lijkt wel of dat er nog wat op staat ook. Ja. Hier zie je een dun lijntje lopen. Ik weet niet of dat zien is op de camera, maar... Ja. Misschien wel. Even kijken. Dat is weer iets wat goed schoon moet maken thuis. Ja. En wat zal het zijn? Brons of koper plaatje of zo. Brons, nee. Koper. Zou maar kunnen. Maar wat is de achterkant dan? Ja, weet ik ook niet. Als het zo oud is als dat het eruit ziet. Anders moet je maar even een fotootje sturen als je hem wat beter schoon hebt. Ja, wel leuk. Leuke vondst. Ik vind wel die gast leuk. Yes, weer een muntje. Even kijken. 1 cent. ...1954.
hebben weer wat. Kijk eens. Oud slot hoor. Hey. Niet veel waard, maar toch wel grappig. Door naar de volgende vondst. Wout vindt weer een oorlogsmuntje. We gaan even kijken. Laat jij eens even zien wat voor moois jij hebt. 1942, het staat erop. Zo dan. Dat is een mooie. Helemaal heel, de andere kant. Kan je het Nederland ook nog inlezen? Jijtje. Moet eens kijken. Ja, dat is bijzonder hoor. Want die zinken muntjes die blijven nooit zo lang mooi. Meestal. Dus deze is echt gaaf. Kik, hè? Dat is een mooie. Netjes, zoektocht, netjes wat? Een zoektocht, niet man. Ja. Ik ben daar, maar je vindt het wel. Hey. Het duurde weer even. Maar weer een muntje. Een leeuwencentje. Ja, hij zit er weer. Leuk. We gaan gauw verder kijken. Zo, we zijn weer bij elkaar gekomen. Gezellig met z'n drieën zoeken. Alleen Sven ontbreekt nog. Ik weet niet waar die is. We hebben hem de hele dag al niet gezien. Die komt straks met een tas vol mooie vondsten. Signaaltje 18. Even kijken wat dit is. Ja, we hebben hem. Even kijken. Het zit in mijn hand. Het zal het zijn. Koperbessie. Ja, ja. Lekker. Weer een muntje. Ja. Leeuwencentje. Leeuwencentje. In de pocket. Nou, de vondsten van vandaag. Het was lastig zoeken. Maar Wout heeft toch wel de primeur. Moet je eens kijken hoe mooi dat oorlogscentje nog is. Heel gaaf. Draai hem even om. Zo. Kijk eens joh. Prachtig nog. Hier nog. Leeuwencentje, 10 eurocent zeker. Ja. 10 eurocent. Een zegelring. Ziet er leuk uit. Dit een hangertje van het een of ander. Ja, hier staat een soort dier en afgebeeld, een soort hangertje. Nou, mijn centjes. 2 keer 1 cent, 50 eurocent. 2 leeuwencentjes. Nee, 3. 3 leeuwencentjes. Leuk. Ja, ik denk dat het van een broche of een soort sieraad is geweest, een stukje. Een dubbelzijdige zilveren pen. Tenminste, of het zilver is, weet ik niet. Dit was hem zo vandaag.
Dus we waren op uitnodiging van Sven en Sandor. Toffe gasten, heel relaxed. Dus het was een leuk dagje zoeken, gezellig. Leuke vondsten gedaan. Vooral Sandor, die had wel echt een topvondst. Kikken. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat een blauw duimpje achter. Vergeet niet te abonneren. Reactie is ook altijd leuk. En ik zie jullie bij de volgende video.